voorzitter. Ik wilde even terug naar het vraagstuk van de rol van de Kamer. Kijk, die zorgen leven bij de Kamer omdat er echt verschillend aangekeken wordt tegen de interpretatie van artikel 111 van de Vreemdelingenwet. Echt fundamentele andere inzichten. En de meeste experts die ik van buiten zie zijn het erover eens dat aan de voorwaarden niet is voldaan. De vraag die ik heb aan de heer Wilders. Als deze Kamer in een flinke hoeveelheid fracties aan u vragen om een andere route te bewandelen. Ik neem het voorstel van heer Bontebal over een spoedwet bijvoorbeeld. Als de Kamer dat van u vraagt, bent u dan niet met me eens dat u de Kamer tegemoet komt? U komt ook de NSC-fractie tegemoet, waar veel zorgen over dit onderwerp bestaan. En het verandert aan wat u wil bereiken inhoudelijk niks, maar de Kamer krijgt dan wel het volle pond. Bent u bereid een andere route te overwegen? Nee, want volgens mij is dit ook niet een probleem voor de NSC-fractie, want 110, 111 zijn we volgens mij alle vier het helemaal over eens. Dat gaat wat u gaat, dat gaat over iets anders. Maar de route van 110, 111 volgens de procedure die in de wet staat, zijn alle vier partijen het echt eens hoor. Er zit geen millimeter verschil tussen NSC en de PVV. Dus als ik het goed begrijp, is het voor uw steun aan de coalitie essentieel dat deze route wordt bewandeld? Nou, ik denk dat het voor iedere partij essentieel is dat de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt, die je in het hoofdlijnakkoord hebt gezet, die vervolgens in het regeerprogramma terug zijn gekomen. En dat geldt nogmaals ook voor andere maatregelen die ik dan misschien niet zo sympathiek vind, dat je de afspraken die je als coalitie met elkaar maakt, dat je die nakomt. Ja, ik denk niet dat dat toch te veel is gevraagd. Nee, voorzitter, maar ik stel alleen maar vast dat de heer Wilders een hele hoop ongemak bij een groot deel van de Kamer en bij de NSC-fractie had kunnen wegnemen door gewoon te zeggen, oké, dan gaan we via een spoedwet, andere procedure, maar dan krijgt wel de Kamer het volle pond. Ik stel vast dat de heer Wilders dat niet wil doen. Dat is bijzonder spijtig, zeker van de nestor van deze Kamer. Nee, maar voorzitter, dan blijft u herhalen wat niet klopt. Er zat, en ik hoor het wel van mijn collega van de NSC als ik het fout heb, het gebruik van 110, 111 zit geen millimeter verschil tussen NSC en PV. Dus u kunt wel steeds herhalen, een hoop pijn en zo, maar dat is gewoon niet eerlijk, meneer Timmermans, als ik u zeg dat daar het verschil niet zit.